door de jaren heen. Wij kunnen ons erin plaatsen en ik garandeer dat u zelf terugdenkt of dit de correcte manier was. Dat u zelf terugdenkt. Dat u yourself think about how your parents were towards you. And sometimes you think about it that no, you would not like to change time because that has formed you. Dat heeft u gevormd. But according to the statistics and according to the child rights and according to us right now, just to think about yourself, you would not want to do the same thing to your children. Dezelfde opvoeding zeg jezelf dat als ik het heb gehad, dat mijn kinderen dat het niet moeten hebben. En natuurlijk hadden we het positieve druk en dat het ons sterker maakt. Maar alleen dat u ervoor zorgt dat u het positieve druk haalt, betekent dat die bewustwording groeit. The conscience that you have within it grows if you think about it. The conscience from your side out that according to all your experiences in this part, that you do not want your children to have the same case. So, wat ik wil zeggen is, als wij als regering er niet voor kunnen zorg dragen dat onze kinderen, onze jongeren, de juiste bescherming krijgen, dan kan ik zeggen dat de toekomst van Suriname er niet rooskleurig is. Bij deze mag ik wel zeggen dat de regering van Dr. Brunswijk dat niet zal toelaten. Dat deze minister, deze voorzitter dat niet zal toelaten. En dat we ervoor zullen streven dat we het continueren wat betreft het verbeteren van dat gedeelte. En dat we zo ver willen gaan, net als wat meneer Nicholas Charles heeft gezegd, one child is too many. We gaan de handen ineens slaan en gezamenlijk het probleem moeten aanpakken. Het is vandaag een paar keren hier aangehaald, een paar keren, en het is duidelijk voor mij ook, samen staan we sterk. Samen staan we sterk, maakt niet uit hoe groot het probleem mag zijn, als wij dat gezamenlijk doen, dat wij bergen kunnen verzetten, om het zo te zeggen. UNICEF en de Verenigde Naties hebben op 20 november 1989 een verdrag aangenomen waarin de basisrechten van alle kinderen ter wereld zijn vastgelegd. In dit verdrag staat bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbreiding. En dan wil ik even dat gedeelte van mishandeling vasthouden. En u weet het, met z'n allen, mensen van mijn generatie, dat die mishandeling bijna een soort onderdeel van die opvoeding is. Ja. En daar moeten we met z'n allen naar kijken. We moeten daarin gaan investeren, minister. Om met ouders te praten. Ja, en zij die van het binnenland komen, weten dat, kunnen het benadrukken. Dat een stevige pakslag onderdeel is van die opvoeding. Maar is dat die opvoeding die we willen? Is dat mishandeling en ook geestelijke vorm, marteling. Dus ik roep, ik benadruk de heer minister, omdat die corrigerende tik die ik heb gehad in mijn jongere jaren, op dit moment ik het niet zou kunnen plaatsen onder de noemer van corrigerende tik. Maar bijna dicht bij de grens van mishandeling. Maar dat is een stukje realiteit waarmee we moeten dealen. Maar desondanks zeg ik ben blij met die strenge opvoeding die ik heb gehad. Maar ik denk dat nu we een punt hebben bereikt waar het anders moet.